Na het verwijderen van de hardsteen op de voor- en achtergevel wordt begonnen met het herstellen van het metsel. Ook is toen gekozen welke nieuwe steen qua kleur en maatvoering als vervanging kan worden gebruikt. De bij de bouw gebruikte rode en gele baksteen zijn zogenaamde stengpersstenen. Een machinaal gevormde steen die pas rond 1900 in zwang kwam en gekenmerkt werd door zijn maatvastheid en strakke vorm. De douaneloods is misschien wel een van de eerste bouwwerken waarbij deze steen werd toegepast. De nieuw gekozen steen komt echter qua afmetingen niet overeen met die uit de bouwtijd. Daarom moet deze zowel in de lengte als in de breedte aangepast worden. Iets wat in deze tijd een enkel probleem is. Aan de zijde van het emplacement moeten, bij een aantal vensters boven de roldeuren, profielstenen vervangen worden. Deze worden door de werklieden ter plaatse op maat bijgemaakt. Evenals buiten is er binnen ook volop herstelwerk aan de gevels en wanden. In de perronwanden komen de trekankers die gekoppeld waren aan de buitengevels te vervallen en wordt het metselwerk aangepast. Deskundigen van Monument Goed Leven markeren elke steen of hele stukken die vervangen moeten worden. In tegenstelling tot buiten mogen stenen met een kleine beschadiging wel blijven zitten. De plaats waar vanaf 1961 de werkput lag, wordt nu teruggebracht zoals het in de bouwtijd van de loods was. Voor de aanleg van de werkput was destijds het perron een meter verplaatst om ernaast meer werkruimte te krijgen. De fundering werd toen niet verwijderd en kan nu weer opnieuw gebruikt worden. Aan de buitenzijde hing de luifel met de ringen. Deze constructie zat met ankers door de muur van 80 cm dik heen. Bij het verwijderen van de luifels werden de ankerstaven met een snijbrander doorgesneden, waardoor deze in de muur bleven zitten, met als gevolg dat deze er nu nog uit moeten.
In de luifelondersteuning was een afwateringsgoot verwerkt. Het water van de luifel kwam onder in de goot terecht. Van daaruit liep het water door het onderprofiel, het profiel waar de drie ringen op staan, naar een hemelwaterafvoer die in de gevel is ingewerkt. Omdat in de loop der jaren de luifel aan de gootzijde steeds meer was gaan hangen, liep het water niet meer naar de afvoer. Bij de ankerstaven aan de bovenzijde is het metselwerk minder vast, waardoor de staven gemakkelijker te verwijderen zijn. De werkzaamheden aan de stalen spantende constructie vorderen goed. Voor de controle van de stabiliteit van het gebouw heeft ANDO architecten een ter zake kundig ingenieursbureau ingeschakeld. Bij het stralen komen inslagen en granaatsplinters uit de oorlog tevoorschijn. Verder wordt elk onderdeel gecontroleerd op voldoende stabiliteit. En wanneer dat niet het geval is, moet er extra staal bij worden aangebracht. Voor de stabiliteit van het gebouw is het nu ook nodig dat er diagonalen aangebracht worden. Het ingenieursbureau moet rekening houden met het feit dat de vakwerkspanten van Duitse makelij bedekt waren met lichtdoorlatende PVC-golfplaten voor de lichtstraat. Ervoor in de plaats komen nu lichtdoorgevende zonnepanelen met een gewicht van 79 kilo per stuk. Als er dan in de winter een pak sneeuw bij komt van 20 of 30 kilo per vierkante meter, krijgt het vakwerkspand een behoorlijke extra belasting.
Bij de stabiliteit van het gebouw mogen we zeker de gevelankers op de voor- en achtergevel niet vergeten. De gevelankers zijn gekoppeld aan de nokgordingen van de spanten. Daardoor zit de spantenconstructie opgesloten tussen de voor- en de achtergevel. Voor de conservering van het staal moet dit 3 keer worden behandeld. Eerst met een laag ijzermening en dan met 2 lagen Sultane DPS 20. Na elke laag wordt de laagdikte gemeten en deze moet voldoen aan de vooraf aangegeven norm. Omdat in de hardsteen barsten zitten, moeten deze worden verstevigd met roestvrij stalen draadeinden. Het aanbrengen van deze draadeinden laat Monument Goed Leven volledig over aan mensen die hier ervaring in hebben. Het aantal aan te brengen pennen kan oplopen tot 20 stuks per element. De barsten in hardstenen elementen zijn het gevolg van kolenaders. Een zwarte lijn in de steen. Een kolenader is een strookje steenkool. Omdat dit poreus materiaal is, neemt het gemakkelijk water op. Wanneer het dan in de winter vriest en ijs ontstaat, zet de kolenader uit, waardoor de steen op die plaats stukje voor stukje begint te scheuren, met als gevolg dat de steen volledig kan breken. Door de trilling van de boormachine is er bij een ader op de hoek van de steen een stuk spontaan losgekomen. We gaan terug naar de jaren 60 van de vorige eeuw. Het einde van een tijd waarin het gebouw dienst deed als douaneloods. Vervolgens maakte NMBS Colli nog enkele jaren gebruik van de loods voor de regionale overslag van stukgoed. De schouwdienst maakte ook gebruik van de loods, voor kleine herstellingen aan goederenwagons en het onderhoud van de in Essen thuishorende rangeerlocomotief. Zodra dat voorbij was, werden de sporen stukje bij stukje opgebroken. De NMBS maakte inmiddels geen gebruik meer van het leegstaande gebouw en dat betekende het begin van de aftakeling. De gemeenteraad van Essen constateerde in 2002 dat de loods steeds meer in verval raakte. Wanneer er niets gedaan werd, zou het gebouw straks niet meer te redden zijn voor ander gebruik. Het voorstel kwam om de voormalige douaneloods op te nemen als beschermd monument. In 2003 kreeg het gebouw ook die status vanwege de geschiedenis en als industrieel archeologisch erfgoed. Eind 2013 was de loods in zo'n slechte staat dat de gemeente verplicht werd om het gebouw vanwege de veiligheid volledig af te sluiten met een hekwerk. Samen met VZW Campens Landschap werd een eerste poging gedaan om de loods een toekomstbestendige bestemming te geven. Er kwam een gesprek met een brouwer uit Antwerpen. Het voorstel was om bier te brouwen op de plek van de 2 sporen, terwijl op de 2 hooggelegen perrons al het andere werk gedaan zou kunnen worden. Maar dit leidde niet tot een overeenkomst. Intussen hing het autonoom gemeentebedrijf van Essen hoge boetes boven het hoofd voor het uitblijven van de restauratie. Gelukkig verwierf de gemeente Essen eind 2017 een subsidie van liefst 3,4 miljoen euro van het Vlaamse gewest voor de restauratie van de loods. 6 maanden later was het dan zover en in april 2018 werden de werken aan de loods gestart.
Bij de 18 grote poorten staan links en rechts hardstenen kolommen. Omdat tijdens de bouwperiode de kolommen niet goed verankerd waren aan het achterliggend metselwerk, kwamen deze los. Daarom werden er ankers aangebracht die met lood ingeklopt zijn. Tijdens het langdurige leegstand van het gebouw was geen controle meer over de toestand van de ankers met alle gevolgen van dien. Voordat de kolommen op transport gaan naar de steenhouwer, moeten alle delen eerst aan elkaar gezet worden. Voordat het lijmen van de pennen begint, wordt eerst alles fotografisch vastgelegd, voor het geval dat er later vragen zouden komen. Het inwerken van de roestvrijstalen pennen wordt gedaan met een 2-componenten mineralen mortel. Wanneer die in aanraking komt met buitenlucht, ontstaat er een chemische reactie met als resultaat een snelle uitharding. Hierbij is het belangrijk dat de pennen, de draadeinden, er met een draaibeweging ingaan, zodat heel de draad vol komt te zitten met lijm. Dirk en Ralf van Monument Goed Leven markeren de blokken en kolommen, zodat de steenhouwer weet welke stukken er vervangen moet worden. Als ze bij de steenhouwer zijn, is dat een mooie gelegenheid om daar eens een kijkje te gaan nemen. Dat zijn de blokken van de oude station Los in Essen. Die moeten gerestaureerd worden. Hier zitten rotte stukken in die bovenzijdes. Dan zagen we die netjes in. We slijpen dat er helemaal uit. Alles wat rot is, slijpen we weg. We plakken er nieuwe bouchons in. Die zijn gewoon recht. Dan moeten we die helemaal op maat schoon aanslijpen met slijpmachine. En dan beginnen we die, komt er terug de oude fijnslag op, gelijk dat hier zat. Dus we beginnen dan met de hand helemaal netjes te kappen. Nadien smeren we die netjes terug in met mortel. We poetsen dat helemaal af voor de oude look er terug op te krijgen. Dus hier staan we met een blok zoals hem is. Die was aan deze zijkant net hetzelfde als deze zijkant. Alleen deze zijkant hebben ze hier 2 chemische ankers schuin in de blok geboord. En met chemische anker 2 draadstangen ingestoken. Aan deze kant kon dat niet. Dus willen ze hebben dat wij die blok eruit zagen. De nieuwe blok helemaal volgens het model maken, erin lijmen, terug helemaal kappen, helemaal klaarmaken, net hetzelfde, gelijk ik het juist gezegd heb, van die bouchon die het erin moest.
Dus daar komt hier een volledig nieuw stuk in. Hier is daar een nieuw stuk ingezet. Dat was van de week ook uitgezaagd. Net hetzelfde als ik het daar juist gezien heb. Maken wij een nieuw stuk. Wij maken dat te plots niet hier, maar in het afwerkhok maken wij dat eerst helemaal schuin. Wij passen dat helemaal aan dat dat hier netjes in kan. En als dat past, dan lijmen we dat erin. En dan wordt dat hier helemaal die stripjes erin geslogen. En van deze bijtels, dat zijn mijn widiakoppen, allemaal speciale ronde hamers, dat we altijd raak kunnen slagen. En zo wordt dit terug afgewerkt, zoals het eerste stuk. En dan zijn we terug bij het begin. Ja.